There's a place I go to, but no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason, everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemorgen nog. Goedemorgen. U was daar lekker een broodje pindakaas. Ja, sorry als ik stink naar pindakaas. Nee, dat zal best mee wel. Mag ik vragen, waar gaat u naartoe? Ik ga naar mijn werk. Ik heb nu een maand inwerkmaand. En ik ga vandaag aan de deuren donateurs werven. En waarvoor? Voor Pink Ribbon. Pink Ribbon? Ja. Help even, want ik heb dat als... Ja. Nou, dat is dus voor... borstkankerpatiënten en ex-borstkankerpatiënten. En dan, ja. Maar voor mij is het dus helemaal nieuw. Okay, dat is een tekentje ook, hè? Dat is dat mooie tekentje, inderdaad. Ja, het roze lintje. Het ging door me heen, alleen ik kon dat we niet plaatsen. Ja, sorry. Nee, dat maakt dat niet uit. Ja. Nou, voor mij is het dus ook helemaal nieuw. Ik werk voor Streetwise. Ik ga daar als recruiter aan de slag. En dan willen ze dat iedereen die daar gaat werken ook een keer een dag als donateurwerver ervaart. Dus ik word een soort van in het diepe gegooid. En misschien ziet u mij vanmiddag nog wel aan de deur. In Arnhem gaat u doen? In Arnhem, ja. Want u komt niet uit Arnhem? Nee, ik kom uit Utrecht. Er is niks mis mee met Utrecht. Utrecht is fantastisch. Ja, daar kwamen mijn ouders vandaan, ja. Oh, is dat zo? Maar je bent ook geboren? Nee, in Culemborg ben ik geboren. Oké, bij Tiel. Ja, zo, ik ben bekend. Ja, nee, mijn aaskunde was niet goed, hoor. Nou. Maar, en ben je gestudeerd in Utrecht? Nee, ik heb gestudeerd in Amsterdam. Acteursopleiding. Leuk. Ja, heel erg leuk. Ja. Dus ik hou wel van de camera's. Ja, ik mag af en toe ook acteren. Oh, is dat zo? Ja, maar ik zal het zo meteen vertellen. Oké. Ja. Ja, dus ik ben eigenlijk een beetje altijd van hot naar her. Ja. Reizen, acteren, noem maar op. En nu ga ik dus voor mijn grote mensenbaan. Maar dat acteren, dat is moeilijk om een baan in te vinden. Heel moeilijk, ja. Heel want je hebt het ook afgerond. Ja, ik heb het afgerond, inderdaad. En welke opleiding was dat? FAAM. Dat is de acteursopleiding in Amsterdam. Leuk. Particulier, heel leuk, heel leerzaam. Ja. Heel zwaar ook. Want acteren is wel helemaal jezelf ontdekken en dingen naar boven halen die je allemaal weggestopt. Traumatische ervaringen, weet ik het wat allemaal. Ja. En daarnaast heb ik ook nog, ik weet niet, kent u Expeditie Robinson? Zeker. Daar heb ik ook nog aan meegedaan. Ook gelopen? Of ja. Echt als kandidaat, dit seizoen. Nou ja, ik kijk er niet vaak naar. Je hebt daar niet gekeken. Nee, ik ga echt terugkijken. Nee, die liegen tegen mij. Nee, maar ik ken het programma en ik heb het al gezien, maar ik vind het te lang. Maar ik ga het zeker kijken. Ik vind het te lang duren. Ja, weet je, maar ik hou ook niet van Wie is de Mol. Nee, dat vind ik allemaal te ingewikkeld. Ja, het is wel lastig. Ja, maar je zit in de uitzending. Ja, maar het is nu sinds 2 weken is het alweer voorbij. Maar was je gecast? Ja. Oké, want dan word je voor gecast dan om deelnemer te zijn. Ja. Je moet wel het een en ander doen. Je moest een filmpje insturen. En dan uiteindelijk, na een heel proces, werd ik uitgekozen. Wat gaaf. Maar toen jij een meisje van 10, 15 was, wat wilde je toen worden? Actrice? Een dolfijnentrainster, volgens mij. Ja. Maar dat is ook weer zielig, hè? Ja, nu achteraf denk ik, dat wil ik niet meer. Nee. Maar acteren, inderdaad, presenteren, schrijven, alles wat met vermaak te maken heeft, vind ik heel erg leuk. Wat leuk, ja. En nu ga je als recruiter aan de slag. Ja. En je moet even die sfeer proeven van hoe dat is. Als je mensen moet werven. Precies. En je hebt een legitimatie meteen bij. Ga je langs de deur? Of hoe gaat dat dan? Ik heb geen idee. Oh, je weet het nog helemaal niet? Nee. Word je zo meteen ergens opgehaald? Of? Nee, ik moet straks... heb ik eerst met een andere collega een bespreking. Een beetje over wat voor mensen ik ga werven als recruiter. Nou ja. En dan hebben ze hier een vestiging in Arnhem, in het centrum. Hoe heet het bedrijf van je? Streetwise heet het. Dat is het recruitersbedrijf? Ja, dat is het recruitersbedrijf. Het bedrijf heet Streetwise. Nou ja. En wat zij doen is face-to-face marketing. En dat is dus aan de deuren. Maar we staan ook op festivals en overal nergens door heel Nederland. Om dus geld op te halen voor goede doelen. Maar dat Expeditie Robinson, brengt je dat nog wat? Omdat je bent daarvoor gecast, dus blijkbaar willen ze daar mensen voor hebben die in dat plaatje passen. Ja, was het best zwaar of niet? Het was heel zwaar. Ik heb daar 31 dagen gezeten op het eiland. Ja, dat is best wel heftig. En dat zijn dus bekende en onbekende Nederlanders. Ik was een van de 7 onbekenden. Ik heb het wel meegekregen, maar ik heb het niet echt gezien. Heel goed. Ik ga wel terugkijken. Ja, zeker doen. En wat kan ik dan het beste kijken? Is een bepaalde heb je een bepaalde dat je kan terugkijken en zeggen van die moet je dan even kijken, die is wel leuk?
Nou, ik vond zelf de halve finale waar ik eruit ging, vond ik heel leuk. Ah, dat de halve finale? Ja, die vond ik heel leuk omdat je ziet hoe... Je ziet eigenlijk een soort compilatie over hoe ik in alle afleveringen was. Ik ben aan het falen, ik ben aan het schelden, ik ben chagrijnig. Je hebt toch niet zo'n Corrie Konings uitscholden, hè? Nee. Dat is ook erg. Zo ver ging het niet. Daar was het ook, hè? Dat was ook dat seizoen, ja. Ja, dat was heftig. Maar dat heb jij niet gedaan. Heb ik niet. Ik zou niet durven. Maar ik denk wel dat je... helemaal soms de weg kwijt bent. Absoluut. Als je trek hebt, als je goed kan slapen. Je bent een heel ander mens. Angstig, ja. Ja, je bent niet jezelf. Nee. Waar je normaal ergens aan irriteert, denk je in het normale leven van, laat me hangen. Ja, en daar word je knettergek. Dan wil je iemand echt zijn strot doorbijten. Heel veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Het gaat goed komen. Dank u wel. Ik hoop het. Dank u wel. Groetjes, hè. Eet lekker je boterham op. Dank je wel. Ik kwam naar mij toe lopen, u had een vraag. U zei, ik ga zo vragen, waar gaat u naartoe? Ja. Maar u vroeg of dat de dame was van? Van Expeditie. Wat volgt u dat programma? Ja, tuurlijk. En wat wist u van haar? Dat zij... Zal zo ver komen. Een halve finale, hè? Ja, een halve finale. Ja, wat goed van je. Ja. En toen dacht je, ja, dan wil ik even weten of zij het was. Ja. Okay. Nou, mijn programma heet, waar gaat u naartoe? Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Velp. Ik ga naar huis, ik kom net van school. En wat voor school doe je? Ik doe MBO, maatschappelijke zorg. Dus, maatschappelijke zorg. Ja. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar wat kun je ermee worden, zeg maar? Nou ja, dan ga je kijken of je mensen kan helpen in de ouderenzorg of in de gehandicaptenzorg. Okay. En daar gaan we dus nu voor opleiden. Leuk. Hoe is de jaars bij je? Eerste. Dus ik kom net van de middelbare school. Het is een mbo-opleiding? Ja, het is een mbo. En je woont in Velp? Ja. En je studeert? Ik studeer in Arnhem, hier gewoon op Kronenberg. Oké. Okay. Ja. Leuke opleiding? Ja. Zeker. Ja. Is het via Rijnijssel? Of, Ja, Rijnijssel. Okay, ja. Ja, klopt. Hey, en toen jij 15 jaar was, wat wilde je te worden? Profvoetbalster. Voetbal je ook? Ik nu nog steeds, ja. Dus... Ah, bij wie voetbal je? Achilles. Help, ik heb twee dochters, maar ik weet heel weinig. Ik weet Vitesse, NEC, Ajax en Feyenoord, PSV en dan heb ik het gehad. Achilles zit bij? Groesbeek, maar dat is ook Eredivisie. Dat wist ik, want ik kom uit Nijmegen en Achilles, dat is een hele goede club. Yeah. Ja, was het? Ja. Hey, maar ben je keepster? Nee. Ik ben in spits, maar ja, ik ben geen basisspeelster. Oké, maar ben je gescout ooit of zo? Of hoe gaat het? Nou ja, ik ben wel gevraagd voor Achilles, ja, inderdaad. Dat leuk? Dus zeker leuk. En voetbal je al lang? Ja, ik voetbal vanaf dat ik 6 jaar ben. Dus heel lang al. Wat grappig, zeg. Ja. Hey. Kom jij uit Nederland? Ja. Geboren? Ik ben hier geboren, maar mijn afkomst is half Surinaams, half Indonesisch. Dus. Of Indonesisch. Ja. Ja, ik zat te kijken. Ik denk, Surinaams kan ik wel. Maar ik dacht al, wat mooi. En je ouders zijn allebei, dus Indonesisch en... Ja, mijn moeder is ook een beetje Nederlands en Indisch. En dan mijn vader is gewoon helemaal Surinaams. Maar jij bent hier geboren? Ja, ik ben hier geboren. Mijn vader in Paramaribo. Oké, okay, ja. Hey, en naast het voetbal je nog fanatiek natuurlijk, hè? Ja. Maar wat doe je nog meer voor dingen? Buiten school? Nou, moet je ook werken al? Ja, ik werk in een restaurant, hier zo in de stad werk ik. Dus, in de horeca? Ja, in de horeca. Ben je dan in de bediening? Of? Ja, in de bediening. Ons restaurant is net open. Is nieuw? Ja, is net nieuw. Hoe heet het? Restaurant De Kip. Oh, gaan we kijken. De Kip? Ja, De Kip. Oké, wat kun je eten? Kip? Ja, kip. Oh, wacht even. Waar zit die? Op de Korenmarkt. Oké, wat leuk zeg. Ja. Een nieuw restaurant. Ja, okay. Ja. Nou, ik wens je succes ermee. Ja, dank u wel. Ja. En het gaat helemaal goed komen. Ja, het gaat helemaal goed komen. Zeker dankjewel, weten. Hè? Dankjewel. Ja. Hey collega, gisteren was je op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Arnhem. Ja, dat klopt. En jij filmt daar al heel veel jaar volgens mij. Ja, klopt. Hoe was het gisteren? Nou, een mooie toespraak van de burgemeester. Prachtig. Over bereikbaarheid van Arnhem ook, hè? Klopt. Bijzonder. Ja. 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 En daarnaast een prachtig optreden van twee hele mooie danseressen. Ja. En het Gelders Orkest. En wat deden die danseressen? Want die waren heel vluchtig. Ja, dat was een soort cabaretesk, gekke, met een soort, soort taal, een soort kliktaal. Het leek wel op Zuid-Afrikaans Xhosa of zoiets. Ja, dat zag er mooi uit. Dus ik zag wat beelden op Facebook. Ja, dat was schitterend. En daarna was Gels Orkest natuurlijk. Ja. En daar heb je mooie shots van gemaakt, mooie aflevering. Ja, en een mooi lijntje naar de PA, het bedrijf dat ik elk jaar weer tegenkom. Oké. Okay. Heel dankbaar ben. En welke mensen hebben jullie geïnterviewd? Jij bent de cameraman natuurlijk, maar met Huibert zeg maar. Wie heb je allemaal geïnterviewd? Van elke politieke kleur een wethouder, burgemeester en wat mensen uit Arnhem. De burgemeester zelf ook?
Ja, de burgemeester zelf ook. Ja. Oké, okay, had hij een boodschap of zo? Of, Nou ja, een goede nieuwjaarsboodschap. Ja. En dat hij het beste voor de raad en de Arnhemse burgers natuurlijk. Dat we een goed jaar van maken. Ja. Ik wens je ook een goed jaar. Ik jou ook, Michiel. Succes. Leuk je tegen te komen. Ja, succes met je werkzaamheden. Dankjewel. Misschien zie ik je zo nog op kantoor. Ja. Oké. Okay. Bedankt, hè. Dankjewel. Dankjewel. Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets. And remember how to love.